Goedemorgen. De meimaand is echt heel druk geweest bij ons in de Hasseltse kapel. Het is traditiegetrouw een echte Maria-maand, dus veel devoten komen een kaarsje opsteken. Enkele tienduizenden weer dit jaar, mede door het goede weer ook. Er is een ontzettende walm natuurlijk ontstaan van al die kaarsjes. En met een hele grote groep vrijwilligers gaan wij de kapel weer schoonmaken deze twee dagen. Maria heeft een tijdelijk onderkomen gevonden, buiten in de tent. Hebben mooi aangekleed met bloemen en mensen zijn daar nog steeds welkom om een kaarsje op te steken. Maar waarom steken de mensen een kaarsje aan bij Maria? Mensen die hebben allerlei intenties. Dat kan dankbaarheid zijn. Dat kan zijn omdat ze het geluk hebben gevonden met iemand of met iets. Maar helaas ook door allerlei trieste redenen. Zoals ziekte of overlijden van dierbaren of van zichzelf. Mensen proberen kracht toch te putten bij Maria. En hun intenties bij haar neer te leggen. Je ziet af en toe wel flink manoeuvreren zo, hè, als het zo.